Momenteel is de kermis zelf nog gesloten, maar deze attracties zijn niet het enige dat er deze week rondom het jubileum van de kermis te doen is. Afgelopen zaterdag werd het allemaal afgetrapt met de officiële opening door de burgemeester en met feestmuziek vanaf het carillon van de Stevenskerk. En zaterdagavond vond er een kleine vuurwerkshow plaats op de Waalkade. De kermis wordt al 750 jaar gehouden. Maar dit is de eerste kerkdienst tussen de botsauto's. En het bevalt. Natuurlijk veel leuker dan een normale kerkmis, kan ik wel zeggen. Ja, natuurlijk. Want? Ja, wanneer zit je nou op een botsautobaan een mis te bekijken natuurlijk. Ja. Ik bedoel, botsauto's en lampjes om je heen, dat hebben we normaal niet, hè? Okay. Dat is eigenlijk wat de kermis is. De kermis brengt mensen samen van elke religie, elk geloof. Ja, dat is wat we eigenlijk doen. Dus dat maakt dat dit er ook heel mooi bij past. Bernard van Welsenes gaat al meer dan een halve eeuw voor bij dit soort kerkdiensten in het hele land. Daarom weet hij dat het niet al te stijfjes en formeel moet zijn. Nee, alsjeblieft niet zeg. Ja, nou, het is het ene land. Het is dat je serieus bent. Je weet waar het over gaat. Over het evangelie van de wijnstok. Verbonden zijn bij elkaar. Elkaar voedsel geven, ruimte geven. En ook de blijdschap die wijn ook kan geven. Een relaxte sfeer dus, waarbij deze dienst natuurlijk is afgesloten met de zegening voor de hele kermisweek. In de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest, amen. Gisteren op zondag was er een speciale kermiskerkmis hier op Kelvinkenbosch. En er was een straattheater, dat zal het volgende weekend nog eens gebeuren. Maar ook deze week is er van alles te zien. Zo is er in een container de hele week een miniatuurkermis te bezoeken en onderaan de voerweg is een kunstexpositie te vinden. Genoeg extraatjes dus deze kermis, maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de kermis zelf. Afgelopen zaterdag was de eerste dag en vooral in de avond was het meteen al gezellig druk. Verslaggever Claire was hierbij aanwezig. We staan hier nu op de Nijmeegse kermis. Dit jaar is een bijzondere editie, want de kermis bestaat namelijk 750 jaar. En wie jagen is trakteerd, dus laten we kijken of dat er wat te halen valt. Dit jaar is een bijzondere editie. Weten jullie ook waarom? Ja, het is 750 keer is. 750 jaar? Zeker, klopt. En zijn er wat favoriete attracties hier? Wat is jouw favoriete attractie? De draaimolen. Is het een beetje gezellig hier op de kermis in Nijmegen? Ik ben hier net 5 minuten, maar tot nu toe bevalt het me goed.